aflevering 2 van Let's Get Real. Het programma van Fit Girls wat taboes doorbreekt en de grenzen opzoekt. Afgelopen week zag je ons de strijd aangaan met niemand minder dan judoka Henk Grol. Hij daagde ons uit op de judomat en ik kan je zeggen, het was een behoorlijke strijd. Ik heb flink spierpijn en volgens mij jij ook. Ja, dat kun je wel zeggen, want ik ben in de strijd zelfs mijn stem verloren. De strijd is natuurlijk nog niet gestreden. We zijn afgemat op de judomat, maar nu gaan we iets doen wat wij leuk vinden en dat is yoga. Yes. Dus wij zijn heel benieuwd hoe flexibel die grote Henk eigenlijk is. Henk, are you ready? Let's go! Henk? Ja? Zit je comfortabel? Helemaal zin. Hm. Je dacht toch zeker niet dat dit het enige was, hè? Nou, ga maar staan. Okay, great. So we're gonna start with just a little bit of a warm-up. So we're gonna start with lowering the left fingertips to the floor. And then see if you can reach the right arm up. This is normal. This is already painful. Yeah. And then lower the forehead all the way down. See if you can look up to the ceiling. So, we're gonna do one step. Hey, Lisa, you got it. Here. Thank you, man. I do my shirt out. Are you with us, Henk? Yeah, I'm there. Ben je al zen, Henk? Ja, ik ben helemaal kapot. Ik heb een beetje last van mijn been. Ik weet niet hoe dat komt. Hey. This is called half moon pose. He's not bad, guys. Ik had gehoopt dat het al voorbij was. Ik moet zo'n harde scheet laten van het eten. Dat is niet normaal. Oh, het is niet goed hoor, deze kant. Ja, op die camera even, man. Ach ja, jezus, man, ik ben het helemaal kwijt. Oh. Knap te gaan. You okay? Of course. We zijn al tough. Yeah? Of course. Yeah. Video? Yes. I feel this in my knee. Is that okay? Oh, cheater. Such a cheater. Oh, okay. Careful. Yes. Woo! Oh. One foot at a time up. And then slowly start to extend your legs overhead. Ik ga sowieso doorklappen. Dat is echt pijn. Eerst eentje. No! Yes! Okay. Don't do that at home, please. Als je sterker wordt, moet je dit doen. Zijn? Oh, ja. Ik ben er wel klaar mee. Wat een gekkigheid, zeg. In spagaat, in split, kan ik toch allemaal niet. Ah, je deed best goed eigenlijk. Nou, ik vond dat het beter was dan jullie. Nou... Heb ik dit al gewonnen? Tijdens yoga? Ik denk het niet. Ja. Ik weet daar niet, niemand, ja, filet het om en... Nou, dat is helemaal niet waar. Nou, we hebben daar beeld van. Ik weet niet hoor, maar heb je mijn hoofdstand gezien? Heb je mijn hoofdstand gezien? Ja, die kamikaze actie bedoel je. Was één seconde. Ja. Ik moest even Eén snel seconde doen. Heel gevaarlijk. Nee, toch, maar die heupstretch die had ik dik gewonnen. Heupstretch? Ja. Dat je gillend wegliep als een meisje. Ja, dat had ik een klein beetje krap. Ik heb natuurlijk vanochtend wel mijn best gedaan. Oh. Oh nee, dat is niet leuk. Gaan we het zo spelen? Nee, jullie waren fantastisch. Nou, Henk. Oké. Nou jongens, het is klaar. Ik lig nu even opgebaard in Health City in Amstelveen. Dus ik nog even afscheid van een van mijn vrienden. Ik ben er klaar mee. Zo, het was een tof man, de yoga met Henk Grol. Hij gaf niet zomaar op. En zoals je kon zien, hoef je dus geen krachtpatser te zijn om fearless te zijn. Want wij hebben hem toch wel even laten zien dat wij ons niet zomaar gek laten maken. We vonden het super inspirerend om zo'n sterke mindset van een topsporter mee te maken. Volgende week gaan we het onderwerp nog meer verdiepen. En dan laten we ons van een hele andere kant zien. Stay tuned!